Het ministerie van Openbare Werken gaat binnenkort van start met een pilotproject voor het scheiden van vuil. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat dit project geïntroduceerd wordt in Paramaribo en Wanica. Het gaat erom dat karton en plastic gescheiden zullen worden. Hiermee wil de overheid de vuilophaal en vuilverwerking en de vuilverwerking milieuvriendelijker maken. Plastic gaan we weer proberen te centraliseren naar de opkoopbedrijven. Dus we willen teruggaan naar een stuk een milieuvriendelijke manier van vuilophaal en vuilverwerking. Dat gaat het beleid zijn dit jaar en we gaan deze maatregelen dan proberen te introduceren in Paramaribo en Wanica, want in de andere districten loopt het goed. Maar het is vooral in Paramaribo en Wanica waar er nog veel bewustzijn moet komen van de beurs. Wat ik wil zeggen is, wij gaan promoten, komend jaar zwaar promoten, gescheiden vuilophaal. Ik ben naar Ornamibo geweest en je moet zien dat er zelfs staal in die vuilniszakken voorkomt. Echt staal. Dus dat is verschrikkelijk. Dus dat gaan we stimuleren. Daarmee reduceer je al de hoeveelheid afval naar Ornamibo, maar ook in Marwijnen of in Ikeen. Dus als je uit je vuilniszak thuis je fruit, je groente weghaalt en voor je plantje zet, toch? En je haalt je plastic karton weg, die laten we apart ophalen. We zetten bij elke Chinees op de hoek. Iedereen gaat naar de winkel, daar moet je je karton zetten in één bak, je plastic in een andere bak. We hebben bedrijven die komen dat ophalen. Zij verwerken, exporteren dat, ze verdienen dollars voor de staat. Dan blijft er eigenlijk niets bijna over meer. Net een beetje rommel. Nou, daarmee bespaar ik zeker 50% van de begroting van vuilophalen. Noor Mohammed zegt dat met dit systeem de Surinaamse bedrijven de plastic afval verwerkten, of die plastic afval verwerkten en exporteerden, een nieuwe kans krijgen om zichzelf te redden. Deze bedrijven werkten professioneel, maar ze zijn volgens de bewindsman de dupe geworden van het beleid van de afgelopen jaren. Het behoort tot het pakket om deze bedrijven weer te proberen te redden, want ze waren al bijna failliet door het beleid van de afgelopen jaren. Waren ze failliet gegaan. Dus ik wil deze bedrijven weer een kans geven. Zeker wat plastic betreft en kartonmaterialen, papier, om dat weer op de manier zoals men het 15, 20 jaar terug deed, op te halen, te verwerken, te exporteren. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De minister bekijkt verschillende voorstellen om de vuilophaaldienst te verbeteren.